Ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. De vorige video die ik heb gemaakt was best wel serieus. En toen zag ik dus op Instagram en Pinterest en TikTok allemaal van die super aesthetically pleasing ringen. En ik dacht, ja, dat moet ik gewoon ook doen. Het komt heel goed uit dat mijn zusje Fimo klei heeft. Want dat is de klei die je hiervoor nodig hebt. Het is polymer klei. Laten we naar mijn bureau toe gaan. We gaan creatief bezig zijn en ik wil niet dat mijn haar in de klei komt. Of dat de klei in mijn haar komt. Als inspiratie voor de ringen die ik ga maken heb ik een Pinterest board gemaakt. En je kan me volgen op Pinterest en ik heet Monica SCB. Speciaal voor deze video heb ik mijn nagels ook gelakt. Kijk, ook voor het eerst een design. Want dit is paars met daarover roze. Nou, wat heb je nodig? Ik heb dus polymer klei, Fimo klei. Hier heb ik een bekertje met allemaal mislukte dingen. Dit is Patrick Ster. Een hoofd. Oh, je kan het echt niet zien. Wit. Geel, blauw, groen, nog meer blauw, paars. Kijk, deze blauw, dat is zo mooi. Nog meer blauw. Groen. Waarom zijn er twee paarse verpakkingen open? Zwart. Oeh, zilver. Zwart, groen en rood. En de laatste, ook wit. En een leeg pakje. Ik denk niet dat je dit persoon nodig hebt, maar ik heb ook nog van die soort van spateltjes, dingetjes. Om de klei te vormen. Maar dat kan je ook met je handen doen, denk ik. En ik heb ook nog nagellak om een coat te doen over de gebakken ringen. Deze klei is best hard. Je moet het echt gewoon eventjes kneden voordat het goed is. Ik heb ook een mesje. Ik denk echt dat het me heel erg gaat helpen. Want het mesje gaat gewoon alles voor me snijden. Het is net alsof ik brood aan het snijden. Het lijkt echt op een boterham. Wat? Dit is een boterham. Oké. Maar dit is dus niet de eerste keer dat ik met deze klei werk. De eerste keer dat ik heb geprobeerd iets te maken. Dat was volgens mij in de Rapunzel video. En ik probeerde het huisdiertje van Rapunzel te maken. Maar ik had de klei nog niet helemaal door. Het mislukte gewoon. Ik vond het helemaal niet meer leuk. Daar heb ik enorm iets mee gedaan. Maar toen was mijn zusje ineens ringen aan het maken. Met mijn nichtje samen. Toen ben ik mee gaan doen. En toen heb ik... Waar is het? Deze... Het is een ring met een patroontje van de koe. En I love it. Het is zo cool. Ja. En toen heb ik ook een zebra print gemaakt. Eentje voor mijn pink. Eigenlijk was hij gewoon te klein, maar het was wel mijn pink. Dus dit is voor het eerst geweest dat ik... Oh. Rustig, oké. Okay. Hallo, ga eens van mijn vinger af. Oké. Okay. Ik heb... weer terug. Dat was dus voor het eerst dat er iets gelukt was en ik was er zo blij mee. Oh, tip. Gebruik een placemat of iets in die richting wat ervoor zorgt dat je bureau of tafel niet vies wordt. Na even wat uitproberen is het me gelukt om twee zachte balletjes te krijgen. En dan heb je een balletje. Hier zijn ze dan. De eerste ring die ik ga maken wil ik doen met de kleur paars. Ik heb trouwens even een andere trui aangedaan, want ik kreeg het koud. En dit is gewoon echt de go-to trui om over een andere trui heen te doen. Ik ga nu hier een stukje van de wit afsnijden. Kijk, hier zitten nu heel... Oh. Hier zitten nu echt super coole patronen in. En nu moet ik het op mijn vinger buigen. Maar ik dacht, ja, ik ga dat niet op mijn vinger doen. Want dan gaat het sowieso eraan plakken en zo. Dus ik doe het over tape. Eigenlijk ga ik nu dit hier dus omheen leggen. En dan een beetje zo vormpjes maken. Een beetje zigzaggen. Soms kleine, soms grote zigzaggen. En ik vraag me af waar de docent blijft. We zitten echt al met 20 leerlingen in een dinges. En de les is al 3 minuten bezig, maar de docent is er niet. We gaan nu er allemaal uit. Aan de ene kant denk ik, ga ik zo'n chunky ring dragen. Maar aan de andere kant ziet het er echt heel... Ik praat door mijn docent heen. Als het fragment afgelopen is, nog heel even... Zien jullie mijn paspoort? Oké. Ik ga hem nu van mijn vinger afhalen. Eerste ring, check. Leuk om te doen. Ik ga door. Welke kleur nu? Blauw? Dat is
Ik moet echt gewoon praten alsof ik niet aan het praten ben, want ik zit in les. Maar wat ik nu ga doen, is dat ik de soort van deze over mijn vinger heen leg. En dan draai ik hem zo rond en dan doe ik hem soort van zo eroverheen. En dan komt hij hier weer eruit en dan kan ik hem hier afsnijden en dan sluit hij precies aan. Ik moet even het ding oppakken zonder te bewegen. Ook in de jeugd van Theo Maassen. Ik zeg elkaar wel. Het was een hele populaire tv-serie. En die heette De Man van 6 Miljoen. En die ik zei sorry, niet Siri. Een superarm en van heel hard rennen. En daar, hij is een stiekem naar 5. Maar wie is het daar nu mee? Nu moet ik dus beslissen welke kant het coolst uitziet. Zeg maar als je dat hoort, dan. Ja, dat is ook wel een beetje. Oh, dit is cool. Oké, ik ga nu verder ringen maken, maar ik ga ook even opletten op de les. Oké, deze ring. Ik zou het gewoon geen ring noemen als ik niet wist dat dit soort ringen ringen waren. Maar het is een ring. En hij is af, de ring 3. En nu ga ik de kleur roze maken. Ik gebruik bij elke ring sowieso wit, omdat ik die pastelkleur heel mooi vind. Maar goed, school is voorbij. Het is weekend. Tot nu toe vind ik dit een leuke bezigheid. Ik ben wel moe, maar dat komt niet door dit, dat komt door school. De ring die ik nu ga maken, doe ik een beetje zo, soort van, gewoon met mijn handen zo. Dan is het een soort van een, ja, ik weet niet, zo, ja. Dit is zo weird. Ik ga zo meteen even naar buiten toe, omdat het ook goed is om pauze te houden, want de hele tijd achter elkaar zitten is niet oké. Dan ben ik eventjes over een half uur. Nee, waarschijnlijk ongeveer 3 kwartier terug. Ook tussendoor gewoon eventjes even bewegen, even opstaan. En eten en drinken natuurlijk. Ik ga zo meteen ook wat eten. Wat zou ik weer doen? Ik maak deze ring nog wel eventjes af. En dan wint ik hem nu om mijn vinger. Ik heb trouwens dat tapeje weggehaald, want ja, ik weet niet of het echt hielp. Ik heb een keer over zoiets gedroomd. Wat raar. Dus dat is niet handig. Ik hak hem gewoon door de helft. Vind ik dit leuk? Ja. Ring 4 en ring 5. Ik weet nu wel dat als ik nu naar huis toe ga, dat ik dan terugkom en het is al donker. Dus tot morgen. Hi. We zijn een paar dagen verder. Maar ik ben weer terug. En gisteren was ik bij Steffi, vriendin van me. En toen heb ik mijn nagels opnieuw gelakt, want het was een beetje van afgegaan. Ik heb er helemaal zin in. Stiekem heb ik ook al doorgekleid, maar heb ik het gewoon niet gefilmd. De ringen heb ik bewaard in een bakje, want anders komt er stof op en dat gaat er nooit meer uit. Oh my god, 12 is best veel. En de klei heb ik bewaard in een plastic. Het is gewoon nog steeds zacht, dus dat werkt. De designs die ik nog wil maken zijn onder andere een soort van die ovaaltjes aan elkaar. En dan is het een ring. De cowprint. En nog een paar. Ik ga jullie nu laten zien hoe ik de cowprint ring ga maken. Dus ik heb ervoor gewoon wit. En dan ga ik dat nu uitrollen. Tot het de lengte van een ring is. En dan probeer ik het een beetje wat rechter te maken. Door even zo aan te duwen. En dan weer een beetje zo te rollen. En dan weer zo. Of blauw. Of paars. Ik kan niet kiezen. Ik heb het probleem met kleuren zo vaak dat ik dan denk, oh, alles is mooi, alles is leuk. Oké, ik ga voor groen. Ik snij hier een stukje van af. En dan ga ik nu uit dit platte stukje de vormpjes van de print snijden. En nu heb ik... Oh. En nu heb ik dus zo'n stukje. En dat leg ik er gewoon op. En dan ga ik het plat erin duwen. Nu het erin gerold is, heb ik een stukje cowprint. In deze bak zit dus een beker en die zit vol klei. Het zijn allemaal restjes. Oh, dit zijn zoveel kleurtjes bij elkaar. Het is echt super lelijk. Al deze kleurtjes.
hier is al gewoon een soort bruin gemaakt. Ja, ik ga nu gewoon eigenlijk random kleuren pakken en dan dat mengen tot het zacht is en de kleur is die ik wil. Ik wilde dus dit bruine stukje klei gaan snijden. Het is dus geen klei, het is een steen. Waarom zit hier een steen tussen? Ik heb net de oven voorverwarmd, volgens de verpakking op 110 graden volgens mij. Dan ga ik nu de ringen hier op de bakplaat leggen. Oh ja. Ik vorm ze nog even een heel klein beetje zodat ze er goed uitzien. En dan leg ik ze gewoon neer. Oh, nee, ik heb hem gebroken. Oh ja, deze. Ik was echt vergeten wat ik heb gemaakt. Oh. Nee. Nee, mijn lievelingsring. Oh my god, nee. Oké, okay, rustig. Oké, okay, komt goed. Ik heb de ring gefixt. Dit zijn de ringen. En ze gaan in de oven in. Kom met me mee naar beneden. Is goed. De ringen. Hola. Ik was vergeten dat ik eigenlijk nog lak wilde proberen. Dus ik heb eerst een ring en die ga ik nu testen of ik het mooi vind. Ik weet niet. Kijk, dit is nu een soort van... mat. Ja, of het glossy leuk is. Ik ga kijken. Oké, ik laat het nu gewoon even drogen. En dan ga ik kijken of ik het ook bij andere ringen wil. Die linker is net een python. Ik ben echt super blij met hoe het eruit is gekomen. Het, wauw. Het, ik ga dit sowieso dragen naar school en zo. Ik bedoel, het ziet er zo vrolijk uit. Ik denk wel dat mijn favoriete ringen in de kleur blauw zijn geworden. En de paarse echt. Oh my god. En dan hier een beetje funky, gekke ringen. Ja, maar het is wel leuk. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om deze ringen te maken. En ik kan gewoon zeggen dat ik er een nieuwe hobby bij heb. Ik raad je het zeker aan om dit ook een keer te proberen. En dan zie ik je de volgende keer. Tot de volgende keer.